Hi, goeiedag. Ik bevind mij momenteel tussen het Van de Steenhovenplein en de Reeweg Zuid in Dordrecht. En achter mij is het voormalige Refaya ziekenhuis. Het was eerst een diakonessenhuis, later was het het Drechtsteden ziekenhuis en daarna zelfs Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Het gebouw is inmiddels niet meer in gebruik als ziekenhuis, maar de reden dat ik hier nu ben is eigenlijk omdat hier dus ook stukjes zijn opgenomen met Jackie Chan voor de film Who Am I? Die film is in 1997 opgenomen, onder andere in Dordrecht. Ik wist al wel dat er een stukje in de Vleeshouwerstraat in Dordrecht was opgenomen. Heb ik je ook laten zien in mijn vorige video, review video over de Karate Kid films. En ik besloot dat het tijd werd dat ik die film zelf eens ging kijken. Toen herkende ik dus veel meer locaties in Dordrecht dan ik aanvankelijk verwachtte. En zo ook in Rotterdam. Vandaar deze video. Ik ga je meenemen naar een aantal locaties in Dordrecht en Rotterdam. Waar de film Who Am I met Jackie Chan is opgenomen. Hier is een stukje opgenomen wat zich feitelijk in de film zogenaamd in Afrika afspeelt. Je ziet duidelijk dit gedeelte met het ziekenhuis op de achtergrond. Nu is het meer begroeid dan in de film. Ook hier tussen die kunstwerken. En als we even omdraaien, dan zie je het stukje, de richting, welke kant ook gefilmd is, als Jackie Chan in beeld is en de witte auto op de achtergrond achter die paal staat. Ontzettend leuk om dat te ontdekken. Vooral, ik ben zelf geboren in dit ziekenhuis. Ik ben er als kind opgenomen geweest, maar ik heb er later als verpleegkundige ook nog gewerkt. Dus is gewoon leuk. Ik ga je ook nog even meenemen naar de fonteinen die je aan het begin van dit filmpje al zag. Dus het is natuurlijk ook heel kenmerkend voor Dordrecht. En daar is ook een shot opgenomen. Daar lopen we nu even naartoe. We staan nu voor een fontein wat het werk is van kunstenaar Hans Petri. En het zijn fonteinen die momenteel dus geen water spuwen. Trouwens nog even een kleine correctie. Ik zei zojuist dat dit ziekenhuis bekend stond als Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Dordwijk. Maar dat is niet waar. Niet helemaal. Het is namelijk het Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Amstelwijk. Kleine woordverwisseling. Excuses. Maakt wel een groot verschil. Dit is naar de 10 geboden wat ik ergens heb gelezen. Kunstwerk van Hans Petri in Dordrecht aan het Van der Steenhovenplein, waar dus ook een shot is opgenomen voor de film Who Am I met Jackie Chan. Daar zijn we weer, nog steeds in Dordrecht. Ik bevind me momenteel in de Dolhuisstraat. Daar is niet specifiek in deze straat een scène opgenomen voor deze film. Maar wel hier op de Voorstraat. De bekende klompengevechtscène is hier opgenomen. Hoe ik dat weet, omdat het bordje Dolhuisstraat komt duidelijk even in beeld als Jackie Chan daar bezig is. Dan wel even net aan de andere kant, maar daar hangt inmiddels geen bordje meer. Maar dit is de Dolhuisstraat die dus in de film duidelijk even op het bordje genoemd wordt. En dit is de Voorstraat. Hier op de achtergrond zie je een stukje van de grote kerk van Dordrecht, de Dom. En daar op die kade, dat is de Pottenkade, daar zijn meerdere films opgenomen, waaronder ook Kruimeltje. En dit stuk heeft dus decor gestaan voor de klompengevechtscène met Jackie Chan. Er is inmiddels veel veranderd, de bekende oranje gevel naam die in de film te zien is van een winkel die hier zat, is inmiddels weg. Maar goed, het is inmiddels ook 20 jaar geleden dat hier gefilmd werd voor deze film. Wat ik nog wel weet is dat deze straat omgetoverd werd tot een typisch oer-Hollands tafereeltje. Met veel klompen natuurlijk en typisch Nederlandse items. Ik meen me zelfs te herinneren dat op de achtergrond iemand in typische Nederlandse klederdracht even kort te zien is. Maar
Ja, op een gegeven moment draait de camera ook een paar keer en zie je onder andere dit uitzicht. Op de kade. Na het gevecht rent Jackie Chan weg. En dan komt hij in een andere straat waar hij onder andere die hond opvangt. En waar allerlei meubels naar beneden vallen van de verhuizers. En dat is in de Vleeshouwerstraat opgenomen. Daar zijn we eerder geweest voor de Karate Kid Review, maar we lopen er nu ook nog even. Nou, daar zijn we dus weer in de Vleeshouwerstraat. En herkenbaar aan de vele vlaggen die hier altijd hangen. En hier is dus het vallen van al die meubels gefilmd. Ontzettend leuk om toch weer even te zijn. We zijn klaar wat betreft de locaties van Dordrecht die ik in ieder geval herkende in de film. En we gaan nu op naar Rotterdam. Hoi! Het is rumoerig hier, maar we zijn bij de Willemswerf. Waar heel veel in de film van Jackie Chan gebeurt. En waar hij aan het eind van de film zelfs die spectaculaire stunt heeft uitgevoerd. Gaaf om hier te zijn. In de film gebeurt er heel veel in het gebouw, maar ook op het gebouw. Daar gaan wij vandaag niet heen. Om het simpele feit dat wij daar niet de reputatie en het budget voor hebben. Maar tevens staat er heel veel wind. Dus het lijkt ons zeker niet veilig. En we gaan nog meer locaties spotten. Achter mij, de Rode Brug, is de Willemsbrug. Komt ook in de film expliciet voor. Nou, we zijn tegenover het gebouw van de Willemswerf. En daar is de Erasmusbrug. Heeft ook een zekere duidelijke punt in de film. Staat zelfs op de hoes. Is ook expliciet uitgespeeld, opgenomen in de Rotterdam. In ieder geval op de hoes die ik heb. En er gebeuren hier natuurlijk vele dingen in de film. Veel spectaculaire dingen met helikopters, achtervolgingen en allemaal van dat soort dingen. Kortom, erg leuk. En wat ook op de hoes te zien is en daar in de verte is de bekende Euromast. De blokwoningen. Uiterst herkenbaar natuurlijk. Nog steeds dezelfde kleuren na 20 jaar. En dit is ook het stukje waar in de film Jackie Chan rent. Dan is het uiteraard veel minder druk qua verkeer dan nu. Omdat voor zijn film zetten ze de boel af en wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Aan de andere kant is station Blaak, van bovenaf gezien, ook te zien in de film. Dus daar lopen we nu even naartoe. Station Blaak. En dit is de andere kant van de blokwoningen. En net waren we dus letterlijk aan de andere kant. Bovenaf gefilmd, waarschijnlijk vanaf dat gebouw. Gaan wij nu niet doen. Dat van bovenaf gefilmd. Inmiddels staat hier de Markthal. Stond er toen, ten tijde van de opnames, nog niet. Markthal is natuurlijk inmiddels uitermate bekend, gewoon een begrip in Rotterdam en omstreken. En dat betekent eigenlijk dat we nu nog één locatie te gaan hebben. En dat is de Koopgoot. Nou, daar zijn we dan, bij de Koopgoot. Dit is de trap waar Jackie Chan in zijn witte auto met zijn vrouwelijke metgezellen afscheurt en er doorheen rijdt. In de film speelt een stukje zich zogenaamd af in Namibië in Afrika. Maar dit is dus ook in Rotterdam opgenomen. Net als dat het stukje bij het Travaja ziekenhuis in Dordrecht ook zogenaamd in Afrika zich afspeelt. In Namibië. Dus die achtervolgingsscène met die witte auto dus ook gewoon hier opgenomen. We kunnen nog even de trap naar beneden lopen, zodat je er ook nog even van de andere kant ziet, zodat je ziet de overeenkomsten met de film. Daar ben je. Ja.
één ding kan ik je vertellen, met de auto ben je sneller. Hier zie je ook de reling. Er is laag gefilmd toen. Vanaf de grond gefilmd en die reling is dus te zien. En hier komt dus die auto vanaf. En die scheurt ze weg hier verder doorheen. Dus ontzettend leuk om hier te zijn natuurlijk. Die boog, al die achtergronden zijn te zien. Na 20 jaar is dat natuurlijk wel een beetje veranderd. Maar goed, dat heb je nou eenmaal. Dit was het zo'n beetje. We hebben alle locaties die ik in ieder geval weet te vinden uit de film, hebben we opgezocht. En bij deze ook in dit filmpje kun je dat allemaal zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik ben van plan om nog een vergelijkbare video te maken, maar dan over de Dordtse locaties waar de film Kruimeltje is opgenomen. Dus wie weet zie ik je dan. Hey, later.